Actie. We're having a bird again. Oh man. Right. Oh, dat is geen zeer, man. Zeg, je moet over het verhaal vertellen, niet over, ja, ja, over feature of niks. Hè. Ja. En extra. Een jaar geleden. Waarom ben je altijd zo van... Een jaar geleden. Kijk, ik zal het anders doen. Hier. Een jaar geleden. Dat is geen fucking porno move, hè, man. Allee. Een jaar geleden hadden we eigenlijk... Een jaar geleden. Eigenlijk, feitelijk, een jaar geleden. Oei, hop. Hop met de geit. En actie. Nee, wacht. Ja, en actie. Maar ja, een goede cameraman hier. En actie. En ik ga dit nog eens pissen, denk ik. En actie. Red Faction kwam een jaar geleden ongeveer uit op PC en PS2. Yep, zeker niet te verwarren met het spel Red de Facteur van Davilex. Of Brit Faction, waar je een hoop broodkruimeltjes... Ja, ja. Brood, ja. Broodkruimeltjes moest oprapen. Anyway, we gaan nu dus naar Red Faction 2. Het verhaal speelt zich af ongeveer 5 jaar na de mijnopstand uit het... Let's play it. Waar is mijn controller? Oké. Okay. Dat was wel heel shady, hè? Zouden we dat kunnen zien? Nee, nu nog eentje opnieuw doen. Wat een job eigenlijk, ja. En nu verdient er nog geld mee. Dat ga ik even opnemen. Knap duwen. Jamal, we zitten midden in de opnames. We hebben al een paar serieuze fuck-ups gehad. Ja, maar je zit al aan take 7 of zo. En kijk, onze cameraman heeft de moed opgegeven. En hij heeft zich... Actie! Een jaar geleden kwam op PC en PS2 het spel Red Faction uit. Red Faction my ass! Opnieuw. Dat is goed. Nee. Dat is leuk. Nee, maar je zit zo... Oké, okay, actie? Ja. Een jaar geleden kwam Red Faction uit op de PC en de PS2. En nu is er deel 2 van Red Faction, ja. En we hebben het hier op... PS2! Red Faction speelt zich af op Mars. Red Faction 2 speelt zich ook af op Mars! Ja, dat heb ik geweten! En het speelt zich af... Niet te verwarren met Red de Facteur van Davilex. Nee. Plop. 5 jaar na de mijnopstand uit Red Faction 1 vinden we onze vrienden terug in de strijd... Red Faction! ...tegen de... Nee, jongen, kom. Ik wil al heel veel materiaal van de pro-gimpers hier, helemaal. Oké, jongen, kom. Alright. Ja, nee, dat is de geur, hè? Ja. Yes, mijn soutien te goed. Hé, hey, zie eens, ik heb dus echt zoiets aan. Nee, hoe lang moet je nog aan hem? Met push-up. Hier een push-down, want... Ja. Ja. Een hold my huge dick down, is dat wel. Ja. Ja. Actie. Een jaar geleden kwam Red Faction uit op PC en PS2. Yep, zeker niet te verwarren met het ongelooflijke spel Red de Facteur van Davilex. Inderdaad. Nu zijn we dus terug aan het begin van onze teken, want dat was niet goed. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Ja. Het eerste deel van Red Faction kwam ongeveer een jaar geleden uit op PC en PS2. Nee, eigenlijk moet je dat niet zeggen op PC en PS2 en dan ja, nu okay. Op PS2. En dan okay. Stond dat alleen in tekst op PST, PC. Ja, 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 het is goed, ja, het is goed, ja, het is goed. En actie. Dat was goed, joh. Dat doen we een eindje goed liggen. En gaan beginnen. Hey DJ, mag me dat boost? Mag me dat boost dat ik het voel in mijn klooien? Nee. Oh, big fat cat in the garden. Ah, flussen. Flussen? Mhm. Zie je hem niet, Roosje? Ja, ik ook. Had jij hem binnen? Ik weet dus beneden dat hij er dus binnen gaat of alleen dat hij nog nooit gezien heeft. Maar je pollen had jij hem binnen? Dat filmpje. Right, let's catch me some pussy.
Ja, ik ben er. Miauw. Hey. I've always had trouble getting pussy. Dat wordt niet uitgezonden. Nee. Dat is wel een brul, joh. Hey, dat is wel een belangrijk stuk. Ik had de skelling mee, en ik heb hem nog een keer opgehaald. Ja, yeah, wat? Ga je zitten op stoeltjes? Of daar, daar. Van de stoeltjes. Daar, nee, daar is een stoeltje. En we gaan de snelle auto's zien. Nee, snelle auto's gaan we nog niet zien. We zijn op de auto's. Oké. Ja, en nu moeten jullie zeggen: Yo gamers! Yo gamers! Zoals bijvoorbeeld de muziekvideo's, de muziekclips die met deze film gemaakt zijn, waaronder deze Hero. Van? Some strange dude with a beard. Oh, je ziet aan lelijke mensen geen gebrek in de clips van Star Wars. En ook niet in de clips van Spider-Man.